Hey, leuk dat je kijkt. Welkom bij Matteman Automation. Ik heb wat spulletjes besteld bij SOS Solutions om daarmee een home automation systeem op te bouwen. Dat doe ik op basis van Home Assistant. Wordt in de volgende video wordt dat verder behandeld. Maar we gaan eerst even kijken hoe de spulletjes ontvangen zijn. Er zijn twee dingen waarover ik mij verbaasd heb. Het eerste ding was, ik heb het op zondagavond besteld. En op maandagmiddagavond had ik de spullen al binnen, razendsnel. En het tweede waarover ik mij verbaasde, is toen ik het ontving en ik de doos openmaakte, zat er papier in als verpakkingsmateriaal. Nou, als ik ergens blij van word, dan is het dat ze papier gebruiken als verpakkingsmateriaal. En niet dat stomme plastic wat ze maar opblazen en weet ik van wat doen. Gewoon een stukje papier. Werkt net zo goed. Laten we verder even kijken wat erin zit. Ik heb natuurlijk een Raspberry Pi besteld. Ik heb hiervoor de Raspberry Pi 4 besteld. 2 gig geheugen erin. Voldoende powerful. En ik ben nooit zo handig in het openmaken van doosjes. Maar dit is de Pi. Ziet er goed uit, netjes. Daar kan ik niks van zeggen. Komt in een mooi doosje. Hebben we ook niet meer nodig. Met. Even de fok erbij op. Een eenvoudige handleiding hoe ik hem moet gebruiken. En een compleet instructieboekje, blaadje. En volgens mij is een beetje alle talen van de wereld. Ja, de safety guide. Nou. Ik had hier ook een koeler bij besteld. Deze. Die is helaas in backorder. Ja. Misschien heeft het wat te maken met het coronavirus. Ik durf het niet te zeggen. Maar die is op dit moment niet op voorraad. Dan had ik natuurlijk, om de Pi aan te sluiten, een voeding besteld. Nou, ik heb de Raspberry voeding bereik bij besteld. Die is krachtig genoeg. Hij levert 3 ampère uit. En dan zou hij het fantastisch op moeten doen. Op 5,1 volt. Als ik de specs bekijk van Home Assistant, dan zeiden ze 2,5 ampère. Nou, dit is een 3 ampère vriend. We hebben weer een plastic zakje, maar oké. Okay. Mooi vierkant compact blokje. Stekker kan je ook zo te zien in een randharde slotcontact steken. Snoertje erbij. Dit vind ik altijd nou net even jammer. Hè? Ik zie hier liever altijd een glitterbandje. In plaats van zo'n wegwerpding. Nou, snoer ziet er voldoende lang uit. Handig snoertje. Dan heb ik een doosje besteld. Om de paar in te stoppen. Ik vind het altijd lekker dat hij een beetje beschermd is. Dat wordt dan wel weer geleverd in een plastic zakje. Ja, natuurlijk om het spulletje wat bij elkaar te houden kan ik het me voorstellen. Maar ja, nou, het is weer plastic hè. Moeten we weer zien dat we dat gerecycled krijgen. Nou, die gaan we zo eens even in elkaar zetten. En als laatste heb ik een geheugenkaartje besteld. Van voldoende capaciteit, 32 gig. Nou, dat is voldoende om Home Assistant op te draaien. Oké, okay. Nou zitten we altijd gelijk weer met het probleem. Het in elkaar zetten. Voor de mensen die van IKEA houden, piece of cake misschien. Maar ik heb nog wel zoiets van, het is een beetje een uitdaging. Die hier, lijkt mij. Want dan kan deze.
aan deze kant. Even kijken. Ja. Ook een beetje ruimte over. Dan deze. Op deze manier aan deze kant. Een stukje wat eruit gebroken is waarschijnlijk hier zo. En deze die kan dan ook weer op twee manieren. Die kan zo. En die kan zo. En als je hier een flat cable aan maakt, dan kan je die op die manier hier doorheen voeren. Dus die moet dan op deze kant, aan deze kant. Hetgeen hier niet bij zit, en dat vind ik dan al wel jammer, dat zijn de schroefjes. En ik zie aan de schroefgaten dat ik hem verkeerd om heb. Dus de grondplaat moet zo om. En dan komt deze. Oh, hier ligt natuurlijk nog voor de geheugenkaart. Die zo. Die zo. Die hier kan je het geheugenkaartje erin en eruit halen. Oké. Okay. En dan zit er nog een klepje wat open en dicht kan. Oh, en mijn ervaring is ook hiermee. Dat is als je het één keer in elkaar hebt, dan kan het eigenlijk niet meer uit elkaar. Ik heb er wel eens eentje gehad die ik verkeerd om in elkaar heb gezet. En daarna was je eigenlijk, toen ik hem weer probeerde te herstellen, brak het al af. Op zich voelt deze wel redelijk degelijk aan, maar kijk aan. Voordat we hem dicht maken, eerst dit klepje erop. En dat kan natuurlijk weer op twee manieren. Maar hier kan je een flat cable in stoppen. En die komt hieruit. Dan kunnen we hem nu nog hier tussenin doen. Nou, en hij zit ook zonder schroefjes, blijft hij wel op zijn plek zitten. Op zich, dit is nog goed bereikbaar voor de geheugenkaart. Zijkanten, netjes bereikbaar. Aan de voorkant zijn de poorten mooi bereikbaar en hier kan ik eventueel nog de flat cable opzetten. Valt me niet tegen. Netjes een pakbonnetje erbij. Micro SD'tje. Zou voldoende moeten zijn. Inmiddels weten ze altijd als ik vraag om de motorzaag, wat ik dan wat moeite heb met de verpakkingen. Ook hierbij geldt weer, hè. En plastic. Ik vind het zo zonde. Maar ja, misschien dat ze er ooit nog een keertje achter komen in de verpakkingsindustrie, dat het ook zonder plastic kan. Tot die tijd blijven we natuurlijk lekker het afval een beetje gescheiden afvoeren.
het plastic bij plastic. Papier bij papier. Klaar voor het gebruik. Als we hier iets op gaan zetten. Dat gaan we doen in de volgende video. Dan gaan we Home Assistant installeren. En daarmee gaan we de basis leggen voor ons Home Automation systeem. Waarmee we lampjes aan en uit kunnen laten gaan. Temperaturen kunnen meten. Het weer kunnen bekijken. Noem maar op. Hey, voor nu. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en jezelf te abonneren. En druk even op belletje. Dan zie je altijd gelijk wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Hey, groetjes. Hoi.